2023. Goedenavond, lieve mensen. Ik ben heerlijk aan het koken voor mezelf. Ik ga vandaag spaghetti koken. Ja, de pan met water. Ja. Ik weet niet, ik zal even de camera beter zo zetten. Ja, de pan met water heb ik al opgezet. Ja, en ik ga eigenlijk spaghetti maken. Dus zometeen ga ik de saus in de magnetron zetten. Dat ga ik nu doen. Dan hoef ik hem straks alleen nog maar de minuten. Hier, dit is de saus. Die ga ik nu in de magnetron zetten. En als de spaghetti in de pan zit, dan doe ik de magnetron aanzetten, zeg maar. Ja, ik heb een hele leuke topdag gehad. Ik heb het buitenhok vandaag schoongemaakt. Ja, ze waren super blij dat ze weer een schone buitenhok hadden. En ik heb water gegeven, ik heb de rem schoongemaakt. Ik heb de wc's ook nog schoongemaakt, zeg maar. Want dat was ook nodig. En ik heb ze vertroeteld en ook weer aandacht gegeven. Ik krijg al iedere dag heel veel liefde van ze terug. Zeg maar. Ja, ik ben super gelukkig met ze. Iemand had in de reacties gevraagd hoe oud daar een konijn kan worden. Dat was Karin. Hoi Karin, hopelijk kijk je naar deze vlog. Een konijn kan minimum leeftijd is 6 tot 10 jaar. En maximum leeftijd is 18, 10 tot 16 jaar, zeg maar. Wat had ik vanochtend opgezocht. Hopelijk heb je, dit is mijn informatie voor jou, Karin. Want die vroeg dat aan mij in de reacties. Hoe oud dan een konijn kan worden. Ja, als je hem goed verzorgt, kan hij 10 tot 16 jaar worden als je hem goed gaat verzorgen. En dat doe ik iedere dag. Ik doe iedere dag mijn konijnen goed verzorgen. Ja, ik doe iedere dag ook de conditie van mijn konijnen ook controleren, zeg maar. Ik heb vanochtend ook gekeken of ze geen viezigheid in hun oortjes hadden, maar dat hadden ze ook niet. Dus dat doe ik ook iedere dag checken, zeg maar. Ja. Geef deze vlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een hele mooie leuke reactie achter. En dan zeg ik, fijne avond iedereen. Houdoe. Power Girl. Groetjes. 20 april 2023. Goedenavond, lieve mensen. Ik heb een leuke, gezellige werkdag gehad. Ja, ik heb ook mijn konijntjes weer mooi verzorgd. De voedersilo is bijgevuld. Waterflesjes bijgevuld. De ren is mooi schoongegaan. Oftewel, schoongemaakt. En ik heb jullie ook wat heerlijks gegeven. Van die kleine worteltjes. Dat heet winterpeentjes, noemen ze dat. Oftewel, worteltjes. En die heb ik ze vanmiddag gegeven. En ze waren er, ze vonden dat heerlijk, zeg maar. Want ik was met die zak worteltjes, die ik ze één voor één eruit halen. En mijn konijnen hoorden geritsel, zeg maar. Dat ik bezig was met in wortelstukjes, om die dan in stukjes te snijden voor ze. Ze zijn altijd nieuwsgierig wat ik altijd aan het doen ben. En dat vinden ze altijd wel leuk, want ze komen altijd kijken wat ik aan het doen ben, zeg maar. En toen ik vanmiddag thuis kwam van mijn werk, heb ik gelijk de afwas gedaan. Ja, die heb ik dan ook weer net opgeruimd. En ik had ook nog de was gedaan. Ik had die wel erin gestopt vanochtend, maar nog niet aangezet. Dus die toen ik thuis kwam, heb ik daarna na de afwas de wasmachine aangezet. En En nou is er de druk nog. Zometeen ga ik dan beddengoed uitwassen. En ik heb de wasmachine aangezet en de droger aangezet. De droger moet nog 26 minuten. En de wasmachine die moet nog 50 minuten. Ja. En ik ga zometeen heerlijke pompoensoep eten met stokbrood. En ik had van het weekend een pakketje besteld, Bolero pakketje. Bij de begeleiding, zeg maar, waar ik altijd doe, vragen zo vroeg zo aan haar van, kan ik een Bolero pakketje bestellen? Ja, dat is Bolero drinken, zeg maar. Die zit dan
in zakjes. En dan kun je allemaal van een liter maken, of anderhalf liter, of van 2 liter kun je dan bolero maken. En ze zei tegen mij, als ik nu doe bestellen, ja, maandag komt er dan geen post, zei ze. Dus woensdag was het bij haar aangekomen en vandaag is ze dan aan het werken en dan brengt ze het vandaag mee. Mijn bolero pakketje en dan laat ik dan morgenochtend in de vlog zien wat voor smaken dat ik deze keer uit heb gekozen, zeg maar. Ja, bolero is altijd heerlijk drinken, vind ik. Ja, en het is ook gezond. Er zit geen suiker in, dus ja, dat vind ik altijd wel heerlijk om dat te drinken, bolero. Geef deze vlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook een mooie, leuke reactie achter. Dan zeg ik tot de volgende vlog van mij. Houdoe! Power Girl! Groetjes! 21 april 2023. Goedemiddag, lieve mensen. Ik heb vandaag een hele leuke... Ja, een hele leuke dag gehad. Ik heb genoten van het mooie weer. Ja, en ik moet nog mijn tas nog uitpakken. Die had ik daar straks nog niet gedaan. Maar dat ga ik nu doen. Ik heb verse eindjes van Samantha Kip. En van, ja, dit zijn de eindjes. Zoals je ziet. Van Samantha Kip en van Piep, zeg maar. Dus dit zijn de... Ja, iedere dag heb ik eitjes geraapt. En nu is mijn doosje vol. En ik ga die nou... dit doosje ga ik nu in de koelkast zetten. Ja. Ik ga dat nu in de koelkast zetten. Dus dan heb ik weer heerlijke ijssalade ga ik morgen maken met een broodje. Heel veel zin in voor je weer om ijssalade te gaan maken morgen. En ik heb gisteren ook nog een mijn pakketje bolero is binnengekomen. Nou, dit is het doosje. Oftewel, dit is het kaartje. En dit zijn allerlei smaken. Zeg maar. En dit is allerlei soorten smaakjes drinken, zeg maar. En ik heb ook nog kaarten gekregen van de Jumbo. Van mijn begeleiding gisteren. Ja, daar ben ik wel blij mee. En ik ga deze drinken zometeen. Ja. Ga ik ze hier in dit bakje ga ik dat doen, zeg maar. Dus ja. En ik ga straks... heerlijk nasi eten met een gebakken eitje. Dus ik ga weer heerlijk koken voor mij zelf straks. Geef deze vlog blauwe duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook een hele leuke reactie achter. En ik wens jullie een leuke fijne avond toe. En ook alvast een leuk weekend toe. Tot de volgende vlog van mij. Houdoe! Power Girl! Groetjes! Laat ook een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal en laat ook een leuke reactie achter.